Bitches, what's Gucci? Ik ben weer terug. Ik heb vanmiddag eigenlijk al een video opgenomen met Charlie over onze nieuwe MAC lipsticks en zo. Want we zouden natuurlijk zeg maar onze stash laten zien als die weer uitgebreid was. En ik weet ook dat heel veel mensen op hebben gewacht, maar sorry, het was echt een stomme video. Dat was gewoon niks spontaans aan. Ik vond het gewoon niet leuk. Nee, het was hem gewoon niet. En ik bedoel, het ging gewoon helemaal fout. Ik kreeg een ruzie. Ik zeg toch ook niet dat het dan niet mag? Dat je mag. Niet doen. Oké. Wat zei je? Hou eens op. Wat zeg je dan? Ik vind dat niet leuk als je ja, dat maar doet. Je moet duidelijk articuleren. Wat zei je, schat? Niks. We sluiten de video af. Nee, jij doet dan altijd stom als we gaan filmen. Jij gaat je altijd anders zitten gedragen. Dat is echt zo. Ja, het is nog gewoon nergens op. Gelukkig vind je jezelf zo leuk. Nou, ciao, even serieus, man. Kap even of zo. Ja, het is te klaar toch nu? Ja, jij zit zo gaar te doen. Klaar. Maar ja, weet je, dat is allemaal geweest. Het is allemaal weer goed. Ik dacht, nou, weet je, er moet toch even video online komen. Dus dan ga ik maar gewoon lekker kletsen met jullie, want daar hou ik van. Ook wil ik eventjes sorry zeggen voor het feit dat er alleen maar Temptation video's online zijn gekomen. Want kijk, ik vond het zelf belachelijk leuk om op te nemen en ook super leuk om te editen. En ik merkte ook dat heel veel mensen het leuk vonden, want ik kreeg best wel wat views op zich. Maar uiteindelijk zat ik erover na te denken dat het helemaal niet eerlijk was tegenover mijn abonnees die helemaal geen Temptation kijken. Want die hebben zoiets van, ja, weet je, Nika, ben ik wel op je geabonneerd, maar heb ik helemaal niks aan al die video's. En als het dan één keer komt, prima. Maar het kwam echt iets van 6 keer of zo. Dus daar heb ik ook even voor gekozen om even een paar afleveringen overslaan. Speciaal voor jullie. Dus nu gewoon even lekker casual me and you time. Ja, ik ben echt een zwervertje. Ik zit al lekker in mijn trainingsbroek. Oeh, zag je mijn beenhaar? Want I need to shave my legs. Ja, jongens, het wordt weer mooi weer en zo, hè. Kijk, ik ben zeg maar wel iemand die het heel erg bijhoudt. Ik ben zeg maar niet diegene die dan soort beenwarmers laat staan in de winter, omdat je dan toch niet je been hoeft te laten zien. Ik weet dat heel veel mensen dat doen en dat snap ik ook. Maar zo ben ik niet, want ik vind het zelf heel vies voelen. Dus ik zorg altijd wel gewoon dat het bij is. Maar in de zomer, dan mag je niet eens stoppels hebben, weet je wel. Dat moet gewoon constant perfect zijn. Elke dag scheren. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mijn haar groeit gewoon als een tiet, hoor. Nou ja, tiet. Ja, die groeien niet echt, maar goed. Nee, maar dat haar, hoor. Kut, graf. Sorry, ik moest wel even aan het lachen. Haar, hoor. Dat blijft maar komen. Dat is echt niet normaal. Maar oké, er kijken ook jongens naar mijn video's. En die denken, oeh, meisjes haar. Hoe hebben ze dan? Want ik zie het nooit. Nee, dat zie je net nooit, omdat wij het godsnaam elke keer weghalen. Maar oké, dat staat iets voor later. Jongens, toetsweek is afgelopen. Ik heb van de 4 tekorten die ik had, 2 tekorten weten op te halen. Mega trots op mezelf. Dus ik ga nog iets veiliger mijn examen in. Afgelopen woensdag ben ik naar de Hogeschool Utrecht geweest. Want ik had toen mijn intakedag. En het was echt super leuk, maar belachelijk spannend. En jullie gaan niet raden wat er gebeurde. Tenminste, je zou het kunnen raden, want het is echt iets voor mij. Ik kwam binnen en ik moest me aanmelden. Dus het ging zo. Wat is je naam? Hoi, met Nika. Ik vond het... Kijk, het was ongemakkelijk, maar ik vond het eigenlijk best komisch, weet je? Ik bedoel, ja, hallo met Nika, hè? Hoezo zeg ik dat? Maar weet je, dan ben je best wel zenuwachtig. Dus je deed het soort te repeteren van, oké, wat ga ik zeggen? Terwijl je gewoon kon zeggen, Nika. Maar zit je toch een beetje te repeteren, dan komt het moment daar en dan gaat het gewoon helemaal fout. Maar ja, ik vond het dus best komisch. Maar ze lachte helemaal niet, die vrouw. Ik bedoel, ze lachte me niet eens uit. Ik bedoel, had dat dan nog gedaan? Maar of ze heeft het niet verstaan, dat kan natuurlijk ook. Of ze heeft gewoon geen humor en ze heeft een naar leven, dat kan ook. Nou ja, vervolgens was het hartstikke leuk. En ja, weet je, dan geven ze wel weer 20 minuten pauze op een vreemde school met vreemde mensen. Snap ik dan ook weer niet, want waar moet ik dan heen? Nou, dat zal ik je vertellen. Naar de wc natuurlijk, want je moet je koekje opeten. Maar ja, je kent niemand, je weet geen plek. Dus dan ga je gewoon lekker op de wc zitten, 20 minuten lang. Kijk, weet je wat het is, jongens? Ik ben echt een socializer. Maar ik ben niet degene die naar iemand toe gaat. Dus op het moment dat je naar mij toe komt, dan kan ik jou echt de hele tijd vermaken. Maar ik ben gewoon niet degene die stap zet. En ik moet ook zeggen dat ik niet eens behoefte had aan iemand die de stap zou zetten. Dat klinkt heel lullig en asociaal nu, maar ik bedoel gewoon... Weet je, ik was daar gewoon voor mezelf die dag. Het was gewoon een intake dag. Ik hoef op zich geen vriendjes te maken. Maar ja, ik ben aangenomen, dus dat is gewoon top. Coco zegt dat het vandaag donderdag is, maar het is vandaag vrijdag. Nou, dat is eigenlijk nog topper. Dat betekent dat het nog dichterbij is. Volgende week ga ik naar Berlijn. Bier en braadworst. Ja, la 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 la. Charlie, ik moet verdwijnen van het internet. Ik ren hier naartoe. Wat is er maar, je schatse? Ja, maar ik vroeg niet... Ik schreeuwde bier en braadworst. Ik vroeg niet of je hierheen wilde komen. Ik dacht eigenlijk... Ah, stroommond. Maar ja, dus, oh jongens, ik heb er zoveel zin aan.
En ik hoop jullie ook, want volgende week zondag komt er dus een vlog online van Berlijn. Want ik ga daar vloggen. Eindelijk! Me in my old habitat! Dus dat wordt echt top. Maar kijk, er is dus één probleem. Ja. Dit ding, het past zelfs in het scherm. Misschien is dat nog erger. Dit is het enige wat ik kan meenemen. Jongens, ik weet niet of jullie me onderhand een beetje kennen. Maar dit kan niet. Oh, schijnt mijn BH al de tijd zo door. Oh my god. Hi, de boomers. Oké, ik lag net echt gewoon voor pampers op bed. En toen dacht ik, ga een video opnemen. En nu ben ik gewoon helemaal aan het opbloeien. Deze koffer moet dus gevuld worden. Nou ja, weet je, moet gevuld worden. Dat gaat natuurlijk wel gewoon makkelijk lukken. Maar met wat? Nu moet ik heel specifiek zijn, weet je. Ga ik ervoor om wel mijn tandenborstel mee te nemen? Of kies ik er gewoon voor om dan 4 dagen niet mijn tanden te poetsen? Dat soort vragen moet je nu gewoon aan jezelf gaan stellen, want... Ik bedoel, jongens, dit kan gewoon niet. Want weet je wat het is? Ik ben helemaal niet zo'n mode make-up girl of zo. Maar ik wil, zeg maar, ik heb eigenlijk helemaal niks nodig. Maar ik wil gewoon dat ik alles bij me heb. Dat als ik het nodig heb, dat ik het dan niet mis. Hoe? Ik bedoel, overdag en 's avonds. Ik moet verschillende outfits hebben. En ja, oh ja, ik moet ook verschillende schoenen meenemen. Want weet je, ik wilde zeg maar mijn lage docks mee. Want die zijn gewoon top natuurlijk. Maar ja, daar kan ik niet... Ik wou zeggen, daar kan ik niet de hele dag op lopen, maar het kan wel! Ik ga jullie uitleggen waarom. Dr. Martens zijn zeg maar de naarste schoenen wat inlopen betreft. Het is leer, weet je, het is hartstikke stug allemaal, weet ik het. Maar kijk, zeg maar, bij mijn hoge docks duurde het ook lang. Met een moeilijk inloopproces bedoel ik zeg maar wel gewoon dat de blaren echt gewoon elke dag op je voet staan. Ik heb nu gewoon chronisch blaren. En dat klinkt heel grappig nu, dus nu ik dat zo zeg. Of niet. Maar dat is het echt niet. Het is echt niet chill. Die op zich weet je uiteindelijk ook zijn uitgelopen klaar. Maar deze jongens duren lang. Jongens, de truc van de eeuw. Hoe kun je schoenen soepeler maken? Natte kranten proppen en erin duwen. Nachtje laten zitten en is het leer gewoon uitgezet. Serieus, ik deed ze net al aan en ze lijken gewoon echt 10 maten te groot nu. Nou nee hoor, dat niet. Ze zitten gewoon echt perfect. Toilettassen, nou heb je moet iets in bed aan, weet je. Want ik bedoel, ik slaap toch met iemand anders. Ja, ja, ik slaap waarschijnlijk met Jenna. En normaal, Jenna, draag ik geen broek. Maar voor jou zal ik toch maar een broek aan moeten doen. Neemt ook al ruimte in. Nog zo'n ding. Het weer. Kijk. Het is zeg maar nog niet zomer, maar het is ook geen winter meer. Wat betekent dat je laagjes gaat dragen, want dan kun je dingen uittrekken. Maar deze koffer heeft geen ruimte voor laagjes! Enige nadeel aan Berlijn is, ik durf het te zeggen, nou ja, aan hoe Berlijn valt, is dat Murphy echt gewoon mijn oudste vriendin, als in niet de oudste van, ze is 60, maar ik bedoel, mijn langste vriendin, als in, ik ben het langste vriendin met haar, oké, dit is zo'n slecht verhaal. Die is dus 18 geworden en die viert dan een verjaardag. En het wordt echt uitgebreid, want Murphy is uitgebreid. En dan kan ik daar dus niet zijn. Dat, ik moet eerlijk bekennen dat hoe leuk ik Berlijn ook vind, dat dat echt steekt in mijn hart. Gewoon echt hart steekt. Jongens, dit weekend wordt het 15 en 20 graden. Ik heb met Isis afgesproken op zondag. En dat is heftig. Want zondag is eigenlijk mijn katerdag. Dan lig ik gewoon de hele dag in bed. Praat ik eigenlijk niet met iemand. Ik eet niks. Omdat ik gewoon zo stil mogelijk moet blijven liggen. Anders ga ik dood. Maar omdat het zo mooi weer werd. Ik heb gewoon met haar afgesproken. Ja, dat is ook gewoon superleuk. Daar niet van. Maar het weer doet echt iets met je. Het haalt mij uit mijn bed. Op mijn katerzondag. Oké, jongens. Ik denk dat we wel weer een beetje genoeg gekletst hebben, hè. Laat eventjes in de comments weten. Wat volgens jou dan echt, wat ik echt mee moet nemen naar Berlijn. Wat echt belangrijk is. Nika, dat moet sowieso in je minuscule koffertje. Dat moet je even laten weten. Ook wil ik graag dat je laat weten wat op dit moment je lievelingsnummer is. Want dat vind ik leuk om te horen. Dit zijn mijn social media kanalen waar je mee op kunt volgen als je dat wil. Vergeet niet eventjes een duimpje omhoog te doen als je dit een beetje een leuke video vond. Hier beneden kun je abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. Want dan zie je nog veel meer onzin van Le Moi. Maar vergeet vooral dat ik klein beetje lief te zijn voor elkaar. Yo!